Nou, in 2021 5 ongelukken, waarvan 1 met dodelijke afloop. Dus lijkt me vrij nijpend. Goedenavond. In Gelderland zijn vorig jaar de meeste verkeersdoden gevallen. In totaal kwamen er 94 personen om het leven door een verkeersongeluk. En dat zijn er meer dan vorig jaar. Toen kwamen er 85 mensen om het leven. Landelijk gezien daalde dit juist naar het laagste aantal slachtoffers sinds 2015. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. En een van de plekken in onze provincie waar het geregeld misgaat, is bij de Provinciale Weg bij Putten. Mijn vrouw kwam van de Beukelaan af, hier het fietspad op, de Hoflaan oversteken, fietspad op. Toen ze hier afgestapt, heeft ze gekeken richting Nijkerk en richting Ermelo. En is toen overgestoken, want er was niets voor haar idee. Dikkie van Dijk werd in het najaar aangereden op deze kruising. 3 maanden later overleed ze aan haar verwondingen. Een zogenoemde klankbordgroep wil dat de provincie de oversteek aanpast. Want zo kan het niet langer. Nou, in 2021 5 ongelukken, waarvan 1 met dodelijke afloop. Dus lijkt me vrij nijpend. Het is echt wachten op wanneer het weer misgaat. De klankbordgroep wilde vanochtend de oversteek aan statenleden laten zien. Maar ze kwamen niet opdagen, omdat ze een andere afspraak hadden. Het staatslid wat mij belde vertelde dat iedereen geïnformeerd was, behalve wij als klankbordgroep. En dat is wel een vervelende ervaring. We waren er helemaal klaar voor. We hadden de koffie en de thee klaar. We hebben een USB-stick vol met informatie over waarom dit kruispunt zo gevaarlijk is. En ze zijn gewoon niet opkomen dagen. Ik ben daar verontwaardigd over. De statenleden spraken vanochtend met provinciebestuurder Helga Witjes over de Puttense oversteek op het provinciehuis. Dat de afspraak niet juist is afgezegd, wordt vervelend genoemd. 1 statenlid was er wel. Ik vind het gewoon hartstikke jammer. En ook echt een gemiste kans om te laten zien ook van de politiek van wij komen naar de burger toe. Volgende week komen de andere statenleden waarschijnlijk alsnog kijken.